Er zijn natuurlijk ook wel heel veel smartwatches, maar zo af en toe valt er eentje op, omdat die eruit springt van de rest. De meeste smartwatches, en eigenlijk alle smartwatches, zijn natuurlijk nog verlengstukken van je smartphone, met meldingen die je daarop krijgt. Maar ze zijn vaak ook lelijk, dik en gewoon niet mooi. De Huawei Watch, die is natuurlijk in februari al gelanceerd formeel. Die is nu ook in Nederland. En ja, ik heb die nu een tijdje in gebruik. En ik vind dit toch wel, naast die van Motorola, de mooiste echte horloge smartwatch. Qua design. Hij heeft een mooie roestvrijstalen behuizing. Het scherm is prima qua kwaliteit. Maar het scherm is ook ietsjes lager, waardoor hij minder snel krast. Hij heeft hele nette, gewoon normale, lederen horlogebandjes. Dus geen plastic of geen siliconen of wat dan ook, nee. Ze hebben er echt gewoon qua design heel veel tijd en werk in gestoken bij Huawei. Dat wat op zich voor een Chinese fabrikant wel bijzonder is. Qua functionaliteit, daar zit gewoon natuurlijk Android Wear 5.1 op. Dus je hebt de bediening dat je hem op het scherm kunt met het schermetje, het touchscreen kan bedienen. Maar ook met het bewegen van je pols naar voren om berichten te bekijken. En je kunt ook weer terugbewegen om de berichten weer te sluiten. En ook leuk is bijvoorbeeld de speciale buienradar app. Nou, dat kun je dus op je smartwatch zien of je in de regen loopt. Volgens mij kun je dat ook op een andere manier, maar dat is de onzin van buienradar of niet. Ik krijg nu een melding. Oh. Ja. Dit snap ik helemaal niet. Er komt nu een melding op die smartwatch binnen over nieuwsfeit van 21 mei 2015. Over eeuwenoude natuurlijke... Ik was even afgeleid. Dat was wel een heel raar bericht. Maar het kan dus op je smartwatch binnenkomen. Ja, de Huawei Watch is in ieder geval een van de mooiste smartwatches. Zo niet de mooiste van dit moment. Hij kost ook ongeveer tussen de 400 en 500 euro. Maar hij is dus wel duurder als de meeste concurrenten van LG, Motorola enzovoort. Maar daarvoor heb je dan ook wat. Toch. Als je het leuk vindt om een smartwatch te hebben. Voor de app. Of voor de berichten. Of gewoon omdat je denkt, ik wil een horloge. Een smartwatch die op een horloge lijkt. Ja. Ik zie nu ook bijvoorbeeld dat het 16 graden is in Amsterdam-Zuid. En 23 graden in Hoensbroek, natuurlijk. Ik zit in Amsterdam en bij ons is het weer warmer. Althans bij ons in het zuiden. En even kijken, wat hebben we nog meer? Oh, ik heb al 5486 stappen gedaan vandaag. 5400, ik ben bijna aan mijn doel. Maar ik heb mijn doel wat lager gesteld dan de meeste mensen. Maar dat zie je ook aan.